het is echt heel leuk om te doen, dat repareren. Het technische aspect van de uitdaging, het ding uit elkaar halen. Je weet nooit wat je krijgt, dus je hebt het heel vaak ook niet eerder gedaan. Dus je gaat gewoon op ontdekkingstocht met dat ding. Hoe zit het in elkaar? Hoe krijg je het uit elkaar? Wat is er nou mis mee? Dat is interessant. Ik heb hier de leuning met de achterpoten en los daarvan de zitting met de voorpoten. En dat ligt helemaal los. Op een gegeven moment leunt iemand achterover. En dan die onderste, dat ronde latje hier, die moet dan op een gegeven moment alles dragen. En dat gaat niet, dus die is gebroken aan beide kanten. Die bovenste regel met die platte verbinding door de achterpoot, dat ga ik een klein beetje schuren zodat de lijmresten eraf zijn. En dan lijm ik dat opnieuw. Maar hieronder, daar is het echt gebroken. Dus wat ik dan van plan ben, is om door de achterpoot heen een gat te boren die dan uitkomt in dit spijltje. En dan daar een nieuw houtje dwars doorheen te zetten die die verbinding weer herstelt. Nou ja, ik ben meubelmaker geworden omdat ik hout gewoon heel erg mooi materiaal vind. Elk stuk hout is weer anders. Ik probeer ook zoveel mogelijk met natuurlijke materialen te werken en te zorgen dat het product wat ik maak gewoon heel lang meegaat. Ik had een klant die vertelde van ja, mijn kinderen zijn nu al aan het kibbelen wie er straks de tafel die jij gemaakt hebt gaat erven. Kijk, dat vind ik nou mooi. Bij een heleboel reparatiedingen zeggen ze wel van vroeger was alles beter. Want toen hadden ze gewone schroeven, niet allemaal van die gekken en zo. Maar we hebben tegenwoordig wel veel betere lijm dan vroeger. Vroeger gebruikten ze beenderlijm en lijm die gemaakt was van de huiden van konijnen en zo. Die lijm bedierf gewoon op een gegeven moment. Dus dan zie je dat veel oude meubels, die vallen op den duur uit elkaar. Ja, zie je, dan komt daar ook de lijm uitgekropen. En dan weet je dat alles zo strak mogelijk op zijn plek zit. En nu heb ik van dat plakband waar je pakketjes dicht mee kan doen. En dat doet eigenlijk hetzelfde als een klem en houdt niet alleen de verbinding op zijn plek, maar drukt het ook gewoon tegen elkaar aan. Dus ik ga een paar keer rond. Zo is het wel mooi. En daarmee zit hij in principe in elkaar, alleen waar die spijltjes afgebroken zijn, daar is het natuurlijk nou toch wel zwak. En om dat te versterken had ik gedacht om er een gat doorheen te boren en daar een rond houtje in te zetten. En er is dus een risico dat ik scheef boor. En dan hebben we een probleem. Er is altijd een risico dat door het repareren iets stuk gaat wat eerst niet stuk was. Nou is het met deze stoel net zoals bij veel andere dingen. Zoals die binnenkwam, kon je hem zeker niet gebruiken. Dus als het misgaat, hebben we niks verloren. Gaan we. Kijk, dus ik heb ongeveer 55 mm diep geboord. Dan zit ik hier een aardig eind in de spijl. Ik hoef niet eens zoveel in de spijl. Het is eigenlijk voornamelijk om hem te helpen om niet af te zakken. Dan zaag ik twee stukjes van ongeveer 55 mm. Maak ik er even een beetje een puntje aan, zodat hij er lekker in wil. De techniek die ik nu gebruik is eigenlijk een stokoude techniek. Eigenlijk is dit een deuvel die ik aan het maken ben. En de hele oude meubels, volgens mij zelfs de Romeinen hadden al deuvels. Je hebt aan de ene kant moderne machines, maar aan de andere kant technieken die gewoon stokoud zijn en die nog steeds voldoen. Gewoon, zijn gewoon goed.
het gaatje. Komt u maar. Ik draai hem een beetje en dan neemt hij hem lekker mee naar binnen. Dit ziet er goed uit. Die verdwijnt er mooi in. Hopla. Zet die oom van 120 kilo op een andere stoel. Maar voor gewoon rustig gebruik moet hij nu wel weer gewoon mee kunnen.